Door een ernstig ongeval zondagmiddag op de A325 tussen Ressen en Elst zijn drie mensen om het leven gekomen. Een bestelbus reed van achteren in op een stilstaande auto in de staart van een file. In die auto zaten twee minderjarige kinderen met hun opa van 76 en oma van 75. De grootouders overleden ter plaatse. Een van de kinderen, een meisje, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zij overleed maandag alsnog aan haar verwondingen. De Nijmeegse bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk loopt nog.